Heb ik laatste week een flink gepocht op de Renault. Het oude beestje van ruim 40 jaar oud. Wilde niet starten, accu leeg. De trekker staat niet, dus we gaan hem aanslepen. Gelukkig, hij doet het weer. Ik laat hem nu een poos in de schuur staan met de motor draaien. Dan kan ik kijken of de accu weer bijgeladen wordt. Tja, en dan is het één dag later en de trekker start weer niet. Dat betekent dat de accu niet goed is. Ik ga het mechanisatiebedrijf Schoonhoven Service inschakelen. Die moet dan maar even een nieuwe accu in plaatsen. Inderdaad, de accu doet het niet meer. De oude accu is eruit gehaald. Er wordt een nieuwe gehaald. Die wordt eerst volledig opgeladen en die wordt in de middag geplaatst. Dan kunnen we weer rijden. Er is een nieuwe accu geplaatst en de trekker staat weer goed. Kijk maar. Zo. Mooi, fijn.